Was ik net uitgelachen? Ja, over het gepruts rond de verkennertje gom. Schoot ik alweer in de lach. Moest ik alweer lachen vanwege het bericht over die ambtenaren. Heb je dat gelezen en gezien? Nou zeg. Hey, ja, ik kan daar niet eens. Normaal gesproken zou ik gewoon razend zijn. Ja, maar dit is zo debiel. Dit is zo verschrikkelijk irritant. Dat is weer geestig woord. Ik moet daar gewoon op lachen. Ja, die linkse ambtenaren. Ja, die gaan vandaag gaan ze demonstreren. Ja, in de tijd van de baas gaan de ambtenaren demonstreren. Niet lekker op zondagmiddag. Weet je, op je vrije dag. En je lekker met een spandoekje een beetje gaat lopen aansnellen. Nee, dat doen ze vandaag. Gaan ze even demonstreren. Want ze gaan even. Ze zeggen, we gaan een signaal afgeven naar aanleiding van de verkiezingsuitslag. Wat bedoel je daar nou mee? Wat wil je daar nou mee zeggen? PVV wint. Dat is de uitslag, ja. Democratie hier werkt als een tierenlier. Zo gaat het. Daar waar de meeste mensen op stemmen, dat is dan meestal de winnaar. Ja, gek hè? Ja. En dan kan links, die kan dat nog maar steeds niet verwerken. Dus dan gaan die ambtenaren, ja, want, en dan moet je horen nog wat ze erbij zeggen. Hè? Ja, want namelijk is het zo dat wij onze ambtseed serieus nemen. Oh, hun ambtseed. En die gaat er dan over dat ze pal staan voor alle burgers. Nou, hey, ambtenaartjes. Luister eens goed, waar waren jullie dan de afgelopen jaren? Ja, waar waren jullie dan voor Groningen? Waar waren jullie dan voor de boeren met al dat stikstofgeneuzel? Ja, waar waren jullie dan voor Ter Apel? En zijn jullie toen ook allemaal de straat op gegaan? En hebben jullie toen ook gedemonstreerd? Want jullie staan toch zo pal voor de burgers? Haha, jongen, ja, die linkse ambtenaartjes, hè, ja, en dit is eigenlijk, ja, maar hij, ja, we moeten er gewoon maar om lachen en ze gewoon vrolijk ontslaan.